Nou, daar ben ik dan. Niet echt op de manier waarop jullie me nu kennen. In het jaar 765 heeft mijn lieve vriend Leofwin mij gebouwd. Jullie kennen hem waarschijnlijk beter als Lebuïnes. Ook ik ben jong geweest. Vroeger was ik een klein, houten kapelletje met een rieten dak, waar gepredikt en gebeden kon worden. Er stonden een paar huizen en boerderijen om me heen. Ook toen was er behoefte om met z'n allen samen te komen om te bidden, te zingen of wat te vieren. Elke week kwamen er meer mensen naar de kerk voor een huwelijk, wanneer iemand was overleden of als er een baby was geboren. Ik was het middelpunt van Wilp waar alles gebeurde. De reden dat ik juist hier werd gebouwd is omdat er water was. Ik bedoel daarmee niet alleen de IJssel hier vlakbij. Er stroomt water precies op deze plek. Sterker nog, onder die pomp, hier voor mijn neus, ligt een bron met kraakhelder water. Jullie staan er dus allemaal bovenop. Daar is de naam Wilp van afgeleid. En dit betekent bron of put. Wilp werd steeds groter. Vruchtbare grond, denk ik. Ik moest aan meer mensen bescherming bieden voor tal van zaken. Arme mensen gaf ik onderdak en bescherming tegen weer en wind. En omdat ik op het hoogste punt van Wilp sta, ben ik het best beschermd tegen het hoge water van de IJssel. Oh, kan iemand dat water... Het ging er hier soms heftig aan toe. Verscheidene keren ben ik in brand gestoken door de plunderaars. En elke keer werd ik weer opgebouwd. Mooier, sterker en steviger. En wat klinkt zo'n stenen kerk lekker, hè? Kun je er even mee uitkijken? Vriendje. Sorry. In de omgeving werd het steeds drukker. Boten op de IJssel, mijn kleine broertje Deventer in de groei en de IJssel werd steeds meer gedempt. Voor ons was de gouden tijd aangebroken. Metalen, granen, hout, huiden, wol, wijn, zout en kruiden werden vanuit Duitsland en Scandinavië verhandeld. Gelukkig groeide de bevolking voornamelijk aan de andere kant van de IJssel. Laat ons hier maar lekker een klein dorpje blijven. Pas honderden jaren later begonnen de steden in het westen een beetje mee te doen. Je weet wel, die steden waarvoor je nu uren in de file staat, maar het houdt goed. Hier is het begonnen. Omdat het hier steeds drukker werd, begonnen ze in het jaar 1200 met het aanleggen van dijken, zodat we beter beschermd werden tegen het water. Het vervelende van mijn lange bestaan vind ik toch wel alle oorlogen, en vooral de laatste. Het is nog maar 70 jaar geleden dat er hier gevochten werd. Ik heb in de tijd aardig wat klappen opgelopen. Ik kan niet redden! Ik ben een kerk! Een bomaanslag heeft mijn hele orgel verwoest. Ik hoor nog goed de bommenwerpers overvliegen. En de Duitsers hebben mijn bronzen klokken gestolen om er wapens van te maken. Toen kwam Operation Cannon Shot. Wat was ik blij toen ik in de verte doelzakken hoorde. Ze kwamen dichterbij. Het waren de Canadezen. We werden bevrijd. Wat een opluchting en blijdschap. Oranje boven, leven de koningen. Na de oorlog ben ik gerestaureerd, wat 3 jaar heeft geduurd. Ook mijn klokken werden 2 jaar na hun verdwijning weer onbeschadigd teruggevonden. En deze heb ik snel teruggekregen. Sinds die tijd zijn er nog een paar kleine restauraties geweest. Zo heb ik onlangs nog een nieuw dak gekregen. En binnenkort wordt er ook gestart met de bouw van een kleine garderobe en een keukentje. Gooi de ballen er maar in, jongens. In de vorige eeuw zijn hier ook heel mooie dingen gebeurd. We zijn een ondernemend dorp. Vroeger waren er de steenfabriek, de molens en de melkfabriek. En gelukkig zijn er nu ook weer jonge bedrijfjes die zich hier vestigen. En wat dacht je van alle verenigingen? Het gaat goed met het dorp. En er wonen meer mensen dan ooit. Het landschap is nog steeds prachtig. De mensen zijn vriendelijk. Fijn plekkie. Al zeg ik het zelf. Och man, als je toen en nu met elkaar vergelijkt. We zijn klein begonnen en bescheiden gebleven. Maar we zijn ook groots. 1250 jaar groot. Ons dorp.